Yo guys, Job hier, a.k.a. DutchTuber. Welkom bij deze nieuwe video en welkom bij iets heel speciaals hier in Roblox. Het is een soort van survival game waarin wij moeten proberen om te survivalen op een onbewoond eiland waar wij zijn neergestort met ons vliegtuig. Het verhaal is heel erg gerelateerd aan The Forest, een game die ik geloof ik ook wel eens heb gespeeld. Alleen deze keer is het dus in Roblox en ik ben oprecht heel erg benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik wil eigenlijk eerst even mijn karakter gaan customizen, want die mogelijkheid die heb ik namelijk. Ik heb niet echt heel erg veel keuze. Ik zie wel dat ik een aantal outfits kan unlocken. En ik zie dat dat ook een gele outfit is. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel stoer om in pak rond te lopen. Ik bedoel, welke guy stort er nou neer met een vliegtuig en loopt vervolgens strak in pak rond. Dat is eigenlijk best wel heel erg sick. Dus die wil ik eigenlijk wel heel erg graag hebben. Ik wil deze hebben. Kan ik hem dan ook direct aantrekken? Ja, kijk dan jongens en meisjes. Nou, daar hoort uiteraard ook even een broekie bij. Dus die hebben we dan ook mooi erbij gekocht. Hopsakeetje. En uiteraard een hoed. Maar wat we ook kunnen kopen, en dat is misschien nog wel een stuk epischer, dat is dit hondenmasker. Dan infiltreer ik een beetje bij de eventuele slechterikken. Zo, hé. Dit is wel creepy hoor, jongens en meisjes. Ja, dit gaan we sowieso houden. Nou, de skin customization die hebben we gedaan. Dan kunnen we naar de store toe. En ik zie dat daar ook wat dingen te koop zijn. Je kunt verschillende soorten loot chests kopen. En je kunt verschillende soorten dingen kopen die je waarschijnlijk in eerste instantie moet leren. Bijvoorbeeld een survivor emblem, een fighter emblem, een lumberjack emblem. Lumberjack, dat is vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald houthakker. Zo leer je ook nog Engels bij mijn video, super tof. En een miner is iemand die diep in de grond gaat om bepaalde mineralen te verzamelen. Maar dat kennen jullie natuurlijk wel van Minecraft. Maar dat kunnen we altijd later erbij kopen. En dan hebben we dit. En hier kun je verschillende soorten updates lezen. Maar laten we lekker beginnen. We kunnen creative, we kunnen single player of we kunnen normaal. Nou, ik ga lekker single player. Want ik ben namelijk in mijn eentje. Dus ik neem aan dat ik daar ook het meeste aan heb. En ik neem aan dat we dan ook gaan beginnen binnen enkele seconden. Ja hoor, jongens en meisjes. Het spel heet Island 2. Smash een hele dikke vette like als jullie dit leuk vinden. Oh, we krijgen ook echt gewoon een intro te zien. I guess. Oeh. Zo, dat is heel erg tof. Ik heb een axe bij me en ik heb een pickaxe bij me. Ik neem aan dat we met die axe vervolgens koffers moeten openmaken. En hier zit een blueprint in. Ik ga heel even mijn audio wat zachter zetten, want dat staat namelijk incredibly hard. Zo, dit is wat beter. Dan gaan we eens even kijken wat hierin zit, jongens. Wat kunnen we hieruit krijgen? Een appel. Nou, dat is hartstikke handig om te hebben als je op een onbewoond eiland zit. Een appel en een banaan. Mooie combinatie. Dan hebben we hier een appel met wat wol. Dat kunnen we misschien gebruiken om kleding mee te maken. Hier hebben we chemicaliën, een munt en nog meer chemicaliën. Hier hebben we chemicaliën, een banaan en een fles of een vaas of iets in die trant. Nog een munt. We vinden echt hele rare combinaties van items, moet ik zeggen. Ik vind het heel raar dat deze mensen dit meenemen op een vliegtuig. Ik vraag me af waar de vrouwenkoffers zijn die volgestopt zijn met het halve huis. Zie ik tenminste altijd heel erg vaak. Als ik zeg maar ergens naartoe ga met Jeon en Soraya, is het altijd heel erg opvallend dat ik en Jeon gewoon letterlijk één ding meenemen. Dat is onze tandenborstel en een schone onderbroek. En Soraya die neemt heel België mee. Dus dat is wel andere koek. Maar oké, ik ben benieuwd. Misschien dat we hier nog iets lekkers vinden, zoals iets van eten of zo. Ah, hier kan ik craften. Ah, en je hebt, als je een blueprint vindt, dan kun je daar uiteindelijk kun je daar weer nieuwe dingen mee craften. En ik zag dat achter het vliegtuig, en ik weet het niet zeker, maar daar zag ik ook weer koffers liggen inderdaad. Dus laten we die ook even openmaken. Wacht eens even. Zijn dat nou diamanten, jongens? Zijn dat nou... Oké, wacht, ik ga er zo meteen even een kijkje nemen, maar ik geloof dat het diamanten zijn. Zou wel heel erg nice zijn als ik nu al zeldzame mineralen vind. Dit zijn seeds. Die kunnen wij gebruiken om uiteindelijk dingen te gaan planten. Interesting. Ik vind het best wel een interessant spel, jongens. Kan ik mezelf ook bekijken van third person? Dus zeg maar first person is dat je jezelf ziet vanuit je eigen perspectief. Dus eigenlijk vanuit hoe wij nu naar dingen kijken. Dus zeg maar dat wij onze handen zien als we zo doen. En dat we onze handen niet zien als we ze achter onze rug doen. En third person is zeg maar dat je iemand ziet van bovenaf. En dat heb je bijvoorbeeld ook in Grand Theft Auto. Dan zie je iemand third person.
Nou, lekker een stukje appel. Als je kijkt naar de schijf van 5, wat zeg maar gemaakt is door voedseldeskundigen en voedseldiëtisten, dan krijg je ook te horen dat het belangrijk is om minimaal 2 stukken fruit per dag te eten. Of zijn het 3 stukken fruit? Ja, je kunt eigenlijk bijna nooit te veel fruit eten, dus 3 stukken fruit is uiteraard beter dan 2 stukken fruit. Eet je fruit, jongens en meisjes, dan ben je een baas, sowieso. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die doen alsof ze een baas zijn wanneer ze alleen maar ongezond eten. Maar geloof me, je bent pas echt een baas als je gezond kunt eten. Want dat kan niet iedereen tegenwoordig met al die nasty shit die ze op het nieuws laten zien. Sorry. Oké, nou let's go. Wat zit hier? Ik pak mijn pickaxe erbij. Nee, ik kan het niet meenemen. Dat vind ik jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik het wel kon meenemen. We gaan eens even kijken, want wat zijn dit? Ah, dit kan ik wel meenemen. Stone heb ik waarschijnlijk nodig om weer verschillende soorten dingen mee te kunnen craften. Dus laten we dat sowieso allemaal meenemen. Is er toevallig meer stone? Ja, hier is ook nog stone. Dit is echt heel erg apart, want ik speel nu al een aantal maanden speel ik nu Roblox. En er zijn toch elke keer weer nieuwe soorten games die opduiken in mijn gamelijst op Roblox. Dat vind ik apart. Oh, dit is metaal. Dat kunnen we denk ik nog beter gebruiken. Zullen we zo meteen eens een keer zo'n loot chest kopen om te kijken wat erin zit? Ik ben daar namelijk best wel benieuwd naar. Sowieso, ik zeg het altijd. Ik vind het niet verstandig om geld uit te geven aan gratis games. De reden dat ik het wel doe is omdat ik het namelijk opneem voor jullie. En ik wil er natuurlijk ook leuke video's van maken. Maar ik raad jullie daarentegen niet aan om het zelf te doen. Want het is gewoon erg zonde van je geld. En je kunt veel leukere dingen doen. Ik kan me nog herinneren toen ik vroeger zakgeld kreeg, dat was, was 2 euro per week, kreeg ik dan aan zakgeld. En dan moest ik dus 2 weken sparen voor een pakje Pokémon kaarten. En wat ik dan meestal deed, is dan spaarde ik een maand. En dan kreeg ik het laatste geld, kreeg ik er dan bij van mijn opa en oma. En dan kocht ik een Pokémon blik. En daar zaten dan 4 pakjes Pokémon kaarten in, met een EX kaart. En ik was zeg maar wel een kleine businessman. Want ik wist in mezelf dat als ik zeg maar een normaal pakje Pokémon kaarten zou kopen, dat de kans groot was dat ik geen zeldzame kreeg. En als ik dan een blik met Pokémon kaarten kocht, nou, dan kreeg ik een EX kaart erbij. Die zat er standaard in. Dus dat was zeg maar een beetje mijn way to go. Dus ik dacht altijd wel erg goed na over dat soort dingen. Nou, we zijn lekker bezig. We verzamelen veel loot. Ik heb wat seeds gekregen. Over seeds gesproken. Weet je wat ik vroeger altijd geloofde? En ik weet zeker dat er mensen zijn die hetzelfde hadden. Ik geloofde vroeger altijd dat als je de seeds, dus de zaadjes zou eten van een appel of meloen, dat er dan een boom in je buik zou groeien. Als er ouders meekijken op dit moment, dit hebben jullie ons wijs gemaakt. Ja, kom op. Jullie hebben ons dit wijs gemaakt. Of wanneer je dan naar je ouders vroeg, waar komen kinderen vandaan? Misschien doen jouw ouders dat nog steeds. Dan zeiden ze uit een bloem. Oh, ik heb trouwens level 2 unlocked. Nice. Kan ik nu nieuwe dingen craften? Oh. Ik kan een muts op doen nu. Uiteindelijk kan ik deze hoed krijgen, maar die kan ik ook gewoon nu al kopen. we gaan eens even kijken. Wat gebeurt er als we thee doen? Ah, hier kunnen we al die game passes halen. Als ik lumberjack haal, ben ik dan beter in hout hakken toevallig? Is dat het? Waarschijnlijk ben ik dan beter in hout hakken, of niet? Ben ik dan? Ja, dan ben ik een stuk beter in hout hakken. Kijk, dan gaat het een stuk sneller. Ik kan daar trouwens deze dingen ook allemaal meenemen. Ik vraag me wel af of ik nu al een huisje of zo zou kunnen bouwen. Hoe kan ik dat zien? Niet met F. Met Shift kan ik sprinten. Met B kan ik... Ah, met C kan ik bouwen, of niet? Ja. Ik kan nu een rack maken. Dat heb ik nu gemaakt. Ik weet niet wat het is. En ik kan een arrow maken. Dus ik moet eigenlijk alleen nog een bow kunnen maken. Daarvoor heb ik een rope nodig. Hier kan ik in mijn tas kijken wat ik allemaal heb. Het is echt de forest. Erg leuk gedaan. Nou, laten wij gewoon een beetje verder gaan. Ik vraag me alleen af, hoe kan ik een huis maken? Want die mogelijkheid heb ik namelijk nog niet ondervonden. En oh ja, een chest. Zo'n chest wil ik eigenlijk wel kopen. Daar kunnen verschillende soorten dingen in zitten, waaronder metaal. Ik ga dat kopen, let's go. Heb ik dat dan nu ook direct in mijn inventaris zitten? Ik denk het wel. Als ik dan nu op B druk, of nee, wat was het? Het was G, hè? Ja, kijk, ik heb nu allemaal nieuwe dingen erbij gekregen als het goed is. Maar hoe kan ik craften? Dat is een beetje de vraag. Ik kan met Q. Oh nee, oh! Ik schrok. Oh nee, er zit een zombie achter mij aan. Oh nee, jongens. Oké, ik heb hem gekillt, denk ik. Oh nee, ik heb hem nog niet gekillt. Oh. Dit is mijn leraar wanneer ik mijn huiswerk niet maak. Ik moet weg. Ik moet iets maken. Oh gosh. Ik moet blueprints vinden, jongens. Oh nee, hier kan ik dingen maken. Bult. Snel, zet het neer, Job. Ik heb iets gemaakt. Oh nee, wat ben ik aan het doen? Ik ben allemaal huisjes aan het maken. Dat is niet de bedoeling. Ja, maar ik wil stoppen met bouwen. Hoe stop ik met bouwen? C. Zo, nice. Oké, nee, ik wil stoppen met bouwen. Oké, zo, rechtermuisknop. Cool, ik heb nu 2 huisjes. Ik heb ongeluk 3 huisjes gemaakt. Kan ik slapen? R en X. Ik ga het weghalen. Ik wil het weghalen, mijn structure. Kan dat? Nee, dat kan niet. Oké, weet je wat? Ik ga hier gewoon even weg. Ik ga kijken of ik een ander soort iets kan maken. Of nee, wacht, dat moest ik met B doen. Ja, met B kon ik dat doen. Ik kan een shelter maken. Maar die heb ik... Oh, die heb ik net gemaakt. Maar hoe kan ik daar in hemelsnaam in? Ben ik nu veilig?
Nee, ik ben nog steeds niet veilig, maar ik kan ze wel killen, die monsters. Oké. Maar hoe kan ik hier nu slapen? Heb ik daar ook nog iets voor nodig? Ik ga even kijken. Dan moet ik dus met B moet ik dat doen. Ik kan een claiming flag maken. Dan heb ik waarschijnlijk dit gedeelte nu geclaimd. Ja, kijk, dit is nu officieel mijn kamp. En wat kan ik nog meer maken? Ik ga eens even kijken. Via C hoort dat te kunnen. Wacht even hoor. Ja. Nee, wacht niet via C. Via B. Ja, via B. Ik kan een campfire maken. Laten we die ook even neerzetten. Zo. Laat ik er daar even een paar van neerzetten. Even een paar in elkaar. Kijk, dan heb ik even een soort van iets groter kampvuur. Zo, ja. Nice. En wat kan ik nog meer maken? Ik kan een boot maken en een research table. Laat ik die ook neerzetten. Ik denk dat ik daar gebruik van kan maken op een of andere manier. Research blueprint. Ah, ik heb dingen... Oh, ik ben nu alles aan het researchen. Dat is slim wat ik nu doe. Zo, ik heb alles geresearched. Kan ik dus nu weer nieuwe dingen maken? Ah, kijk, nu kan ik allemaal nieuwe dingen maken. Omdat ik ze namelijk heb geresearched. Ik zou dus nu, als het goed is, een heel groot kamp kunnen maken. Namelijk dit. Oh, dat is wel tof. Ik ga die hier neerzetten. Oh, dit ziet er heel leuk uit. Ik weet totaal niet wat het is. Ik zeg ook in mezelf, oh, dat ziet er heel leuk uit. Maar ik weet niet wat ik ermee kan. Zal ik even een bootje maken? Laten we die alvast bij het water neerzetten. Stel, we moeten wegvaren. Heb ik hier... 3, 4, 5 bootjes liggen. Zo. Kan ik daar ook echt in? Ja, daar kan ik echt in. Kijk, fantastisch. Voor de mensen die denken, Job, waarom heb je dat gedaan? Je weet maar nooit wanneer je moet ontsnappen, jongens. Daarom heb ik dat gedaan. Nog iets anders? Een ceiling skull lamp. Maar ik heb daar niet genoeg voor. Ik heb daar 1 cloth te weinig voor. Laat ik muren gaan maken anders. Laat ik mijn kamp even gaan inbouwen met muren. Dat klinkt als een heel erg verstandig idee. Laat ik dat doen. Ik weet niet of ik daar genoeg hout voor heb. Zullen we snel genoeg achterkomen. Zo. We kunnen dit ook een keer spelen wanneer er meerdere players bij zijn. Hè? Want wij hebben ervoor gekozen om het singleplayer te doen. Maar het is misschien ook wel leuk als we dit doen terwijl er heel veel andere players zijn. Maar dan wordt het echt spannend. Want stel voor iemand die komt er bij ons kamp. Dan zouden we diegene moeten killen. Oh, ik moet even uitkijken, jongens. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik moet heel even weg. Heb ik nog health? Ik heb heel weinig leven over. Oh, kijk uit, Job. Kijk uit. Zo, kom op. Kom op. Ik moet even iets kopen waardoor ik beter kan attacken. Want dit is echt een drama. Oké, ik ga snel weer verder met mijn defense wall. Oké, nice. Die zetten we hier zo neer. Oké, we moeten even echt een beetje vaart maken momenteel. Want als we dit namelijk snel doen, dan kan er niemand meer binnenkomen in ons kamp. En dan zijn we dus in ieder geval voor nu, zijn we dan even veilig. Even kijken hoor. We draaien hem iets. Ja, nice. Oké, wat een spanning en sensatie, jongens. Wat een spanning en sensatie. Hoppakeetje. Nou, nog de laatste paar muurtjes en hebben we in 1 video hebben we gewoon een volledig kamp gemaakt. En dan deze moeten we even een beetje schuin neerzetten. Zo, bam! Jongens en meisjes, wij hebben ons allereerste kamp. Er zouden op zich meerdere mensen kunnen slapen als ze dat willen. Over slapen gesproken, is er een mogelijkheid dat ik iets maak waarin ik kan slapen? Een wooden frame, wat is dat? Ah, dat is dus een raam. Dus als ik deze, kan ik deze... Oh, ik heb hem nu... Dat was niet de bedoeling. Dat was niet... Kan ik iets... Wat gebeurt er? Ah, ik ga dood van de honger. Kan ik iets eten? Ik moet iets eten. Hoe doe ik mijn tas open? Zo. Nice. Zo. Eet. Zo. Eet. Eet. Nice. Kan ik dit gebruiken? Nee. Oké, nice. Kan ik dit drinken? Ja. Oké, cool. Zo. Refreshing. Refreshing. Very nice. Oké, even kijken. Dit nemen we weer mee. En deze maken we ook kapot. En dat nemen we ook mee. Want wat we dan namelijk even doen, is dan zorgen we ervoor dat we hier even een frame maken. Dat lijkt mij tenminste een verstandig idee. Een wooden frame. Kijk, die zetten we dan hier zo neer. Dan hebben we even een raampie. Nou, jongens en meisjes, fantastisch. Alleen kan ik hier natuurlijk nu niet uitkomen. Of kan ik er overheen springen? Nee. Dus ik moet wel een deur kunnen maken. Of kan ik een trap maken? Nee, dat kan ik allemaal nog niet maken. Een gate, die kan ik nog niet maken. Daarvoor moet ik een nieuwe blueprint vinden. Alleen wat ik me ook afvraag... Hoe weet ik nou waar mijn huis is? Als ik bijvoorbeeld nu op avontuur wil en ik wil dingen verzamelen. Hoe onthoud ik dan dat hier mijn huis is? Kan ik dat op een bepaalde manier doen? Kan ik hier bijvoorbeeld slapen? Dat kan niet. Dat is wel balen. Ik kan wel een boom maken trouwens. Craft. Oh nee, dan heb ik een rope voor nodig. Misschien kan ik een rope maken? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Oké, nou ja. Jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken. We hebben wel ons best gedaan. Wij moeten dus alleen even iets kapot maken. Want anders zitten we namelijk vast. Dus we maken gewoon deze kapot. En ik hoop dat ik nu dus onthoud waar mijn basis is. Want dat is wel belangrijk. Ik denk dat ik hier nog wel een tweede video van maak op zich. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe een like. Het was spannend. We zijn achterna gezeten door zombies. Maar we hebben het overleefd. Tot de volgende keer. En adios.